ingezeten, want je komt, Marcus. Moet er niet bang voor. We zijn geprotesteerd, ook niks gehoord om. Broers van mijn grootvader, en hij zelf geloof ik ook, de Cornelis Jonkers heeft gediend voor Napoleon en de Hendrikus Jonkers, een broer ervan. Maar die zijn niet oud geworden. Maar die waren vroeger in Rusland geweest, heb ik horen vertellen, later jaren. Wie ooit het gezegde, tiet is geld al is, weet ik niet. Maar in 1905, het geboortejaar van Tjeu Jonkers, waren de klokken in Nederland nog niet gelieken zaten. In de tijd dat mijn familie van Gratum naar de Meisberg trok, gingen de plaatsen, aangegeven met zwarte bulkes, over op dezelfde tijd. Nog 1909, toen het wettelijk geregeld werd, bleven de plaatselijke gezagdragers hun eigen tijd aanhouden. Wij hebben ouderwets bestuur. En heel Nederland kreeg dat zomertijd de klok vroeg, maar een hunsel niet. Die liet ze gewoon stonen. Dat water kost me. Maar dan, en dan denk ik, wat nu allemaal al nog gebeurde, dat gebeurde toen ook. Dan hadden een beetje grote meisjes, die noemden met, die sacristieën. En dan zijn we de dochter zo gehad. En dan moesten we ons huffen wie zwaar dat we waren. Ja, ja, Peter. Hij begon aan de knieën. In de Munchhoes er in oorlog veel lopen met die sterren. Heb ik veel zat zien lopen. Ja. Juda, ja, mooi een slechte naam vroeger. Hè? Nee, want vroeger durfde de wichter nog eens nog een dat doen de Juden ook. En zo van die opmerkingen.